We nemen u mee naar 's-Hertogenbosch, waar we een kijkje gaan nemen in de winkel annex atelier van goudsmit Jos van den Elzen, die een opdracht heeft gekregen voor het vervaardigen van een exclusief collier. Als een klant mij vraagt een ontwerp te maken voor een sieraad, hebben we eerst meestal een wat persoonlijk gesprekje. En vervolgens worden de ideeën op papier en potlood grof uitgeschetst. En mocht er dan tot overeenstemming komen, dan werk ik de schets uit in aquarelverf, in kleur. Zodat er echt een duidelijk beeld gemaakt wordt van wat er gemaakt gaat worden. Ik maak van een witgouden strip de juiste dikte, de juiste lengte. En vervolgens zet ik die met een speciaal daarvoor gemaakte tang in de juiste bocht, zodat de steen er straks identiek op past. Als de zetting klaar is, kan ik de hoofdvorm van het sieraad in een uitslag maken, ook op wit goud. Vervolgens wordt deze opgetekend, uitgezaagd en bol geslagen in een holank. Als ik tevreden ben over de juiste bolling, ga ik de zetting die ik in eerste instantie gemaakt heb, aftekenen op de bolling. Met Oost-Indische inkt teken ik de diamantjes die later in de hoofdvorm gezet worden op. Dit is een zeer precies werkje, want elk steentje moet precies op de juiste plaats zitten en precies groot genoeg zijn. Jos, waarom hangt er bij jou in de zaak een foto van Willem-Alexander en Maxima? Nou, dat is een leuk verhaal. Ik heb ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima heb ik een sieraad ontworpen in de vorm van een kroon of een hoofdtooi in ieder geval, die ik persoonlijk mocht gaan aanbieden op Paleis Noordeinde. En daarvan heb ik die foto. Als de stenen netjes verdeeld zijn, worden ze gecenterd, dat wil zeggen er wordt een puntje ingeslagen. Vervolgens worden ze geboord en daarna op maat gefreesd. Het azuurzagen is een techniek die bijna nooit meer gebruikt wordt omdat die zo tijdrovend is. Dit houdt in dat de onderkant van het sieraad bewerkt wordt met een zaag. Normaal zie je aan de onderkant van een sieraad ronde gaatjes waar de steentjes zitten. Dat is eigenlijk een vrij industriële afwerking en dat kan veel mooier.
Een ander onderdeel van het sieraad heet de baat. Dat is een rand die onder het sieraad loopt om het sieraad meer licht te geven en het een beetje te laten zweven boven de huid. De steentjes die gebruikt gaan worden zijn briljantjes waarvan de kleinste 1 mm van diameter is. De grotere stenen zitten in de zijarmpjes bovenaan en daarvan is de grootste plusminus 2,5 mm. Een briljantje van 1 mm weegt ongeveer een halve punt en een briljantje van 2,5 mm is 5 tot 6 puntjes. Een karaat bestaat uit 100 puntjes, dus het is een twintigste van een karaat. De kleine briljantjes worden vervolgens één voor één pasgemaakt in elk gaatje. Gecontroleerd wordt of het briljantje op de juiste diepte in de zetting verdwijnt en of er voldoende metaal overheen gedrukt kan worden. Als alle steentjes gezet zijn, moet er nog met een metalen beiteltje het geheel nagelopen worden, rafeltjes weggestoken en de fijnafwerking gedaan. De centersteen, een blauw-groene diamant van exact 2 karaat, wordt precies pasgemaakt in de zetting. Als het sieraad klaar is, hoeft alleen nog de op maat geknoopte parelketting toegevoegd te worden. Het sieraad is klaar. Ik heb er met veel voldoening aan gewerkt en ik leg het in de vitrine tot de nieuwe eigenaar komt om het op te halen.